Het assembleelid Sylvana Afonsua heeft gisteren bij de voortzetting van de begrotingsbehandeling duidelijkheid gevraagd over de hervorming en financiering van de gezondheidszorg. De volksvertegenwoordiger vindt dat minister Patrick Pengel van Volksgezondheid nog geen acute oplossing heeft gepresenteerd voor de problemen die zich momenteel voordoen binnen de zorg. Ze wees erop dat ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen te vaak alarm slaan over hun financiële positie. Afonsua benadrukt dat de gezondheidszorg nu een crisisplan nodig heeft. Ze waarschuwt dat het brandjesblussensysteem van Pengel geen duurzame oplossing is. Om elke eind van de maand te gissen of je geld krijgt of niet. Alhoewel de regering alles op alles zet om de lonen en salarissen te kunnen uitbetalen, wil ik hier wel pleiten voor de ziekenhuizen dat het personeel zonder enige twijfel kan rekenen op hun salaris. Alle andere, voorzitter, is punt 2. Voorzitter, op de brandweer na is de minister van Volksgezondheid de beste blusser in Suriname. Eind van de maand slaan ze Fayale Drape, minister Dove, uit. RGD Bari, minister Blus. MZ Bari, minister Blus. Dak- en thuislozen, minister Blus. Voorzitter, de minister laat zijn vuur nooit groot worden, voorzitter. Hij blust het op tijd. Maar, voorzitter, er gaat een dag komen waar hij het niet meer gaat kunnen blussen. Afonsua riep de regering op meer middelen beschikbaar te stellen voor de gezondheidszorg. De parlementariër vroeg ook duidelijkheid over de armoedegrens in het land. En ik heb niet gelezen over de bepaling van de armoedegrens. Hoe ver zijn we met de vaststelling van de armoedegrens? Omdat we nu, we kunnen suggesties maken, maar we weten niet precies wat onze armoedegrens is in Suriname. Assembleelid Sylvana Afonsua, gisteren tijdens de begrotingsbehandeling. Ze vroeg onder andere aandacht voor de situatie van de gezondheidszorg in het land.